Hey, leuk dat je weer kijkt naar een van de nieuwe video's met online marketing tips van TGOC Online Marketing. Waar ik het vandaag met je over wil hebben is hoe je een boek nou kan gebruiken als een soort lead machine. Daar hebben we ook in Nederland steeds meer voorbeelden van gezien. Natuurlijk een goed voorbeeld is de Online Marketing Tornado, waar ik het in een van de vorige video's al over had. Maar ik heb hier nog een boek van een goede collega ondernemer van mij, Nu of Nooit op Amazon van Bas Eurlings. En Bas heeft ook een boekje geschreven. In dit geval een boekje omdat hij wat dunner is als die Online Marketing Tornado. Maar niet per se minder waard daardoor. Dit boek gaat over hoe je succesvol kan ondernemen op Amazon. Dus wil je beginnen met verkopen op Amazon, dan staan hier allerlei tips en trucs in. Over hoe je je account moet opzetten, inrichten, waar je allemaal op moet letten. En daar heeft hij ook weer allerlei dingen achter zitten. Dus het gaat dan niet zozeer om wat per se inhoudelijk in zo'n boek als dit behandeld wordt. Maar welke stappen zitten daar nou achter? En daar zitten een heleboel dingen aan elkaar geknoopt waar je misschien niet eens in eerste instantie aan zou denken. De essentie in elk geval is dat je als je zo'n boek als deze bestelt, dan krijg je hem voor een paar euro. Ik geloof dat het 7 of 8 euro is. Dat is dan inclusief de verzending. Dus dat is zeg maar voor zo'n jongen ook gewoon kostenneutraal ongeveer. Dat is stap 1. Wat gebeurt er vervolgens allemaal? Je krijgt mails. Je kunt lid worden van een community. In zijn geval is dat Plaza Talk. Waar je dan natuurlijk ook weer allerlei cursussen in hebt zitten. En hij heeft ook om de zoveel tijd een grote masterclass rondom Amazon. En dat zijn dan de hoger geprijsde producten. En daar zit ook nog een verkoopteam achter. Dus als je zo'n boek als je zo'n boek bestelt, dan word je op een gegeven moment ook nog gebeld. Bijvoorbeeld door iemand uit zijn team. Om te kijken of ze je verder kunnen helpen met Amazon. Er zitten heel veel stappen achter. En dat is de essentie van hoe zo'n boek werkt. En hoe zo'n boeksysteem werkt. En natuurlijk zit er ook overlap in wat zo'n jongen als Bas doet. En wat wij doen met het succes met e-commerce platform. We hebben ook een Amazon cursus daarin zitten bijvoorbeeld. Maar dat bijt elkaar helemaal niet. Je geeft eigenlijk allebei gewoon heel veel waarde weg over zo'n platform. En helpt andere ondernemers om daar dan succesvol in te zijn. De essentie hiervan in mijn optiek is dat het hebben van een boek, het geeft autoriteit. Dat is één. Zo ben ik ook begonnen met mijn eerste boek in 2014. Het is een hele goede manier om snel bij heel veel mensen binnen te komen. En C, het opent gewoon de deur naar heel veel meer verkopen. En dat is waar het in dit geval om gaat natuurlijk. Ja, dus uiteindelijk zit er een ander verdienmodel achter dan puur het aanschaffen van een boek. Dus, lang verhaal kort, hoe gebruik je nou zo'n boek als leadmachine? Nou, 1 is zorg dat je campagnes hebt draaien. Zorg dat er affiliates aangesloten zijn op je campagne. Ik verdien ook geld met de verkoop van dit boek en de cursussen die daar dan achter liggen, die dan worden gekocht via mijn link bijvoorbeeld. Dus zo open moet je daar ook over zijn. Dat is stap 2, zorg voor veel bereik. En stap 3, zorg voor een enorm goede opvolging. Daar valt of staat uiteindelijk het hele proces mee. Dus zorg dat je e-mail marketing, je automations op orde zijn en ga daarmee aan de slag. Dus dat gebeurt onder andere met dit boek, Nu of Nooit, van Amazon. Vorig jaar hebben we ook een boek gezien, Doe mij maar klanten, van Juri Meuleman. Dat werkt in essentie ook op diezelfde manier. Ik heb het met mijn boek ook gedaan op een gegeven moment, alleen die zijn nu op. Dus in een van de volgende video's zal ik ook aan de achterkant eens laten zien hoe het proces bij ons op dit moment werkt. Want we hebben ook weer een white paper met succes met e-commerce. Waarbij we ook inderdaad dit hele proces doorlopen. Al zodanig weten te adverteren dat we bijna al direct aan de voorkant alle kosten daarvan terugverdienen. Dus je boek is een lead magnet. Kan veel meer opleveren dan dat je uit zou geven via een klassieke uitgever. Dus dat is ook iets om over na te denken. En tot slot, uiteindelijk is jouw doel niet alleen maar boeken verkopen. Maar bij mensen op tafel komen. Blijf het in beeld zijn. Dat is natuurlijk ook een hele mooie. En uiteindelijk gewoon jouw hoogwaardige producten en diensten verkopen. Dat is waar het om gaat.